staan hier aan de Lange Haven bij het snoepwinkeltje, oftewel het Nationaal Coöperatiemuseum. Ik ben er vaak langs gelopen en heb me afgevraagd wat hier nu precies te zien is. En of er een relatie is met de co-op supermarkten van tegenwoordig. Jan Bot, de conservator, gaat het ons vertellen. Vanaf 5 juni mogen de musea weer open. Wat betekent dat voor u? Nou, het is een fijne bijkomstigheid dat we inderdaad weer open mogen. We hebben wat aanpassingen gedaan in het museum. Dus die sluitingstijd is ons goed uitgekomen. Maar ja, we zijn verheugd dat het weer open kan, het museum. Ja. Wat verwacht u van de toeloop? Heel goed, moet ik zeggen. Want de mensen willen gewoon weer naar het museum. En ja, we hebben natuurlijk altijd toeloop van het winkeltje. En er zijn heel veel mensen van buiten Schiedam die het winkeltje zien. En dan later het museum komen bekijken. Dus dat is goed. Zeker als het seizoen een beetje blijft zoals het nu is. Ja. Wat kunt u vertellen over dit museum? Het museum is gestart in 1977. Ter gelegenheid van het 75 jaar bestaan van de coöperatie in deze regio. Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Ze bestonden 75 jaar. Het was de aanleiding om in hun pand toen aan de Ketelstraat een museum en snoepwinkel in te richten. En waar was de co-op oorspronkelijk voor bestemd? Levensmiddelen. Dat zijn eigenlijk, dat was de verbruikscoöperatie. Je hebt natuurlijk meerdere vormen van coöperatie. Maar de verbruikscoöperatie, dat was de co-op waar we het nu over hebben in dit museum. En dat is levensmiddelen. In Nederland zijn de meeste coöperaties begonnen met een bakkerij. Daar kon je geen bouw bij vallen eigenlijk, wat dat betreft. Iedereen had brood nodig. Dus dat was eigenlijk een mooi begin voor een coöperatie. Later is het dan uitgebreid met levensmiddelen, meer levensmiddelen. Dus bakkerij en levensmiddelenwinkel. Dat is eigenlijk het begin van de coöperatie in Nederland. Maar ook non-food, kachels, beddengoed, dekens, lakens en dergelijke. Alles ook. En is er een relatie met de co-opwinkels die we nu zien? Zeker. Het is nog steeds dezelfde vorm van coöperatie. In 1985 zijn er heel veel coöperaties weggegaan. Er zijn er twee overgebleven. In Zaandam en in Arnhem. Die zijn overgebleven. En die zijn nu aan het uitbreiden over heel Nederland weer. Met coöperatiewinkels. Dat zijn die oranje koopwinkels. Dat zijn die oranje koopwinkels, ja. Boven hebben we een expositie van de geschiedenis van de coöperatie. Vanaf 1844 tot nu. En daar komt die coöperatie weer tevoorschijn. En voor wie is het museum bestemd? Ja, voor iedereen die maar iets geïnteresseerd is in de coöperatie. Maar we proberen ook schoolkinderen binnen te krijgen. We hebben schoolprojecten. Dan komen ze ook voor een project hier in het museum. Dus eigenlijk van 8 tot 80. De restrictie dat is binnenkomen, mondkapje op en registreren. En twee mensen tegelijk. Dan hebben we twee ruimtes, beneden en boven. Dus dat zijn de vier die dan terecht kunnen. Vorig jaar zijn de Van Rossums hier ook geweest in het museum. Ja, aanstaande zaterdag komen ze op tv. Dat was leuk. En ze hebben hier lekker zitten keuvelen aan de tafel met het winkelboekje van toen. Dus ik ben benieuwd wat daar van op tv komt. Wat veranderd is, heel die wand is eruit geweest kort geleden. We hadden slechte balken in de wc. Het toilet ziet er gewoon weer puik uit. Daar was Siska van Rossum heel tevreden over het toilet. Ik geloof ze overal naar het toilet gaat. En ze was zeer tevreden hierover. De snoepwinkel heeft een groot assortiment en ziet er heel leuk uit. Lopen er daardoor veel mensen binnen? Ja, zeker lopen veel mensen binnen. Te weinig eigenlijk, maar nee, prima is dat. Ik geloof dat we aan de 7000 zitten.
in een normaal jaar. Ja, vorig jaar dus niet. Maar nou ja, hopelijk tussen de 7 en de 10.000. Ja. En hoe wordt dit museum gerund eigenlijk? Vrijwilligers. Allemaal vrijwilligers. We hebben een aantal vrijwilligers voor in de winkel. En een aantal vrijwilligers voor het museum. Het begeleiden in het museum. Ja. Coöperatie nu. Dat is nog steeds de coöperatie waar u uw boodschappen kunt doen. U heeft wat gemist daartussenin. Dus wanneer u geïnteresseerd bent, kom langs en u kunt het allemaal nog bekijken.